Kan je het lampje hier even aanzetten? Ze ziet toch niks? Jawel. Zie je wel? Ja. Goeie diagram op. Ja, jij ziet er goed uit. Ik wat minder, denk ik. Ik moet jou wat vragen stellen. Jij moet mij wat vragen stellen. Ik ben even mond houden nou. Want ik heb net een nummertje van je opgenomen. Security! Ja, een nummertje voor je opgenomen, dan moet ik altijd vragen stellen. Dus vindt de eindredacteur leuker. Lokale omroep. Maar waar gaan we het over hebben? We kunnen het over seks hebben, we kunnen het over drugs hebben, maar dat heb je al vaker gedaan. Heb jij iets anders waar je het over wil hebben? De haven van Dordrecht. Jij wil iets vertellen over de haven van Dordrecht? Nee, ik wil er niks over vertellen, maar we kunnen het wel even hebben. Als jij dat wil. Ja, maar misschien is er iets waar jij iets over wil vertellen. Moet ik jou interviewen of ga je mij interviewen? Nee, ik ga jou interviewen, maar ik weet niet waarover. Nou, dus even snel klaar. Ja, hij is niet zo best in de interviews. Nee. Ja, ik kan niet alles, ik kan niet alles zelf doen natuurlijk. Ja, maar daar moeten we het over hebben. Heb je een vraag in? Nee, het was een beetje een stroeve aanloop naar het concert. Oh, het was een beetje een stroeve aanloop naar het concert vanavond. Maar uiteindelijk kwam het toch wel los. Hoezo was het een stroeve... Oh ja. Ja, er was heel veel stroomuitval. En kutbeentje. Nee. Ja, het was niet zo'n best beentje ervoor. Gewoon. Zit je nou woorden in mijn mond te leggen? Nou, nee. Ik zeg niks over geen een andere band. Nee, oké, maar ik vond het vorige band. Iedereen doet maar lekker zijn eigen ding. En als ik het niet leuk vind, dan luister ik er niet naar. En dan ga je alsnog maar je eigen gang. Ik vond het wel mooi dat je de presentator gewoon wegstuurt. Ja, maar die... Weet je wat die presentator wilde doen? Die wilde vlak voor mijn show wilde die een minuut stilte gaan houden voor die vliegramp. Kijk, ik vind het heel erg hoor. Maar na die andere band, voor mij... had hij ook al een minuut stil te houden voor die vliegramp. Dan denk ik, ja, waarom moet het dan nu nog een keer, weet je wel? Snap je? Het is best kut en iedereen denkt er al aan, maar ja. Ja, het is geen teringzeiken, maar hij kwam ook aan mij vragen, wat moet ik dan over jou zeggen, want ik weet het niet zo goed. Ja, dan denk ik, ja. Moet ik daar dan op gaan staan wachten nou, totdat jij een minuut stilte voor die vliegramp hebt en dan nog gaan verzinnen wat je over mij moet zeggen? Ja, nee. Had je beter voor moeten bereiden. Toch? Toch? Ja. Vind ik wel, ja. Met zijn stomme jas. Net de interviewer nu. Ja. Is presenteren niet wat voor jou? Dat zeg maar niks van mij. Ik ben helemaal niet presenteren. Ik vond een minuutje kwam. Nou, ja, als hij wat wil zeggen, dan moet je dat... Ja, nee, ik vond dat jullie echt van het podium af spetterden. Vinden jouw kijkers jouw mening ook heel interessant? Ja. Dat maakt mij echt geen fuck uit. Het is jouw YouTube-kanaal. Nee. Wij is alternatieve lokale omroep. Maar ik vond jullie echt... Even zo, lepelen naar hem. Ja, maar hij neemt alleen maar op. Dus, hij neemt alleen maar geluid op. Ja, maar als hij praat, dan moet je toch zijn geluid... Oh, dat is waar, ja. Ah, kijk. Kijk, dit is mijn drummer. Jij was de drummer, hè? En jij bent een heel erg goede drummer. Vind ik. Ja. En wij hadden zoiets van... Ja. Hé, pa! Dat is echt voor mij. Ja, dankjewel. Okay. Ah, mooi. Dat was mooi, het laatste. Ja. Hoe wil jij nog iets zeggen? Ik was er echt al 5 minuten geleden klaar mee. Ja. Nee, bedankt voor het mooie optreden. Ja, jullie bedankt voor het geweldige interview. Dat was heel leuk. Echt een interview van niks, maar oké.